Yes en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag laat ik jou een schaakpartij zien die ik onlangs speelde. En het is een hele leuke partij, want ik ging lekker aanvallen. Kleine disclaimer, mijn tegenstander speelde niet op zijn best, speelde een hele aparte opening. Uh, maar goed, ja, soms doet je tegenstander dat. En dan moet jij wel de beste zetten daarop blijven vinden. Dus ik was redelijk snel uit theorie, maar ik kon wel lekker gaan aanvallen. Laten we eigenlijk dan direct beginnen. Oké, okay, we zijn hier bij het schaakbord. Ik speelde uh, deze partij bij mijn schaakvereniging. En ik speelde zelf met de zwarte stuk. En laten we eigenlijk direct beginnen. Mijn tegenstander die speelde uh, de opening set D4. Nou, oh, even mijn microfoon recht zetten. Ja, uh, D4 dus. Nou, ik speel daar vaak de Kings Indian Defense op. En dat speelde ik vandaag dus ook. Paard naar F6 begint daarmee. C4, heel gebruikelijk nog. En dan ga ik voor G6, de Kings Indian Defense. Loper gaat hierheen. Ik ga kort rokeren. Een keer D6, een keer E5, een keer C5. Heel veel variaties. Uh, maar mijn tegenstander speelde hier al een ja, vrij aparte zet. F3. Niet gebruikelijk hier. Zie je niet vaak. F3. Sowieso niet een hele goede zet in de opening. Er zijn wel lijnen in de Kings Indian Defense. Uh, dat je zometeen E4 speelt. Uh, maar dan wacht E3 meestal nog even. En dat is de semisch variant. Uh, dus ik dacht, nou, misschien is dit een andere volgorde. Dus ik dacht, nou ja. Ik speel gewoon lekker door. Ik ging voor loper naar g7 om die loper aan te ontwikkelen. Op deze diagonaal staat hij gewoon heel sterk. En toen speelde mijn tegenstander weer een gekke zet. Loper naar e3. En toen dacht ik, nou, hij weet niet wat hij aan het doen is, want dit is een hele gekke zet. Waarom? Nou, die loper, ja, die ontwikkel je wel, maar helemaal niet naar een goed veld. Meestal gaat de loper of hierheen of hierheen. Uh, of blijft hij op het veld. D2. Maar hij gaat bijna nooit naar E3. Waarom? Ja, zeker niet als de pion nog op E2 staat. Waarom? Ja, die kan gewoon niet door. En als deze pion niet door kan, dan kan die loper er niet uit. En omdat F3 is gespeeld, kan dit paard er niet uit. Want die pion blijft op E2 staan. Dus die moet dan uh, naar H3. Maar dat is helemaal geen lekker veld voor het paard. Dus, nou, ik weet niet wat hij hier dacht. Maar loper naar E3. Hele slechte zet. Ik rolkeer kort. Um, ja, misschien wat te passief. Ik dacht nou, weet je wat? Ik rond eerst gewoon even mijn ontwikkeling af, even kort rokeren. Kan ik zo meteen uh, gaan spelen. Kleine onnauwkeurigheid maakt niet heel veel uit. Uh, mijn tegenstander speelt nu loper naar f2. Wat? Dit is op zich ja, nou. Je ziet bijna nooit dat de loper hierheen gaat. Op zich staat hij niet heel slecht. Hij dekt hier wat velden, maar daar heb ik niet echt aanvallers op, want daar kan mijn zwartveldige loper niet echt naartoe en mijn paard springt daar ook niet naartoe. Dus een beetje apart. Hij heeft wel controle over het centrum. Over C5 en D4. Maar dat maakt niet heel veel uit. Hij kan nu wel weer E4 spelen. Uh, maar goed. Ik dacht, ik speel hier gewoon D6. Om zo meteen of met E5 te komen. Op, of met C5. Om dan het centrum open te breken. En dan kan ik misschien wel in de aanval. F4 hier. En dan denk ik, ja. Wat is dit, joh? Dus je ziet die opening van hem. Die gaat gewoon helemaal niet lekker. Uh, want hij had ook gewoon in één keer F4 kunnen spelen. En nu heeft hij F3 F4 gespeeld. Heeft hij twee zetten gebruikt in plaats van één. Dus helemaal niet handig. In deze stelling kom ik met de juiste zet paard naar E4. Wat is het idee namelijk? Nou, ik uh, zet mijn paard in het centrum. En ik val zijn loper aan. Stel je voor, kan zijn loper daar pakken. Moet ze koning terugpakken. Kan die al niet meer rokeren. Dus dat zou lekker zijn voor mij. Uh, en het paard controleert hier gewoon goed veel velden. Kijkt ook heel lekker. De witte stelling in, dus die staat daar gewoon heel goed. En daarnaast staat hij op een outpost, en dat betekent dat hij niet meer kan worden weggejaagd door pionnen, want de pionnen staan al op d4 en f4, um, waardoor ze ja mijn paard niet meer kunnen aanvallen. Dus mijn paard staat hier heel sterk. Ook om het loper nu tot leven en zeker met die pion hier, ja dreig ik die aan te vallen zo meteen als deze weg is. Ja, en dan kan ik de toren daar pakken. Is dat gewoon heel lekker voor mij. Dus de tegenstander komt met loper hierheen. En uh, dat is een goede zet hoor. Maar ik kan hier met C5 komen. Ik breek dus het centrum open. Stel je voor hij slaat. Dan kan ik hier slaan. En heb ik direct die, lo uh, die toren ook ja, uh, aangevallen. En die kan niet meer worden gered. Win ik sowieso materiaal. Dus dat was mijn idee. Uh, slaan kan hier dus niet. En hij kan hem ook niet wegspelen. Dus ik val hem gewoon twee keer aan. Uh, dus dat is ook direct al gevaarlijk. En wat ik ook doe, is ik open de weg voor mijn dame. Daar open ik een deurtje waardoor mijn dame naar buiten kan. En die kan hier hele vervelende schaakjes gaan geven. Dame naar A5 uh, met zwart, en dame naar A4 uh, voor wit zijn hele vervelende schaakjes soms. Zeker als de uh, damevleugel een beetje open ligt. Dus daar moet je altijd wel voorbereid op zijn. En zeker omdat. Uh, dit soort dingen nu niet meer werken omdat het paard hier gewoon kan slaan. Is dat heel vervelend. Nou, mijn tegenstander speelt paard naar f3. Ik ging hier even kijken. Kan ik nu al was nog net iets te vroeg. Dus ik ging eerst nog even verder ontwikkelen. Ik speel loper naar g4. Waarom? Nou, ik denk nou, weet je wat? Op zich een beetje druk houden op dat paard daar. Misschien kan ik er een keer een penning plaatsen zoiets achter. En als ik nu sla, moet hij terugpakken met een pion. Heeft hij direct een dubbel pion, vind ik ook prima en op zich. Nu heb ik mijn loper ontwikkeld, die kan later in de partij nog meedoen. Die staat daar gewoon goed. Nou, hij speelt hier paard naar g1, ja. En dan is het eigenlijk wel een beetje gedaan bij deze partij. Nog niet helemaal, want ik moet wel de goede zetvolgorde vinden. Maar ja, hij heeft zoveel aparte zetten gedaan. F3, f4, paard f3, paard g1. Dat zijn al vier zetten die je kwijt bent, die ik gewoon aan ontwikkeling heb kunnen besteden. Uh, dus hij heeft een enorm ontwikkelingsnadeel. Hij staat er gewoon enorm achter. En ik kan gewoon beginnen met een aanval. En daar komt hij, hoppakee, dame naar A4, uh, A5. 4 a Wat doe ik? Ik geef schaak. Hoe kan je die blokken? Nou, stel je voor je zet je paard ervoor. Slaak het paard. Slaat de pion. Slaak de pion. Terug. Uh, geef ik direct weer schaak. En ja, ben je wel een beetje in de problemen moeten lopen, een beetje blokken? Uh, kan ik hier een pion pakken? Allemaal heel vervelend. Dus dat werkt niet. Nou, je kan proberen je loper ervoor te zetten. En dat is inderdaad een, een prima zet. Maar ik vond hier de beste zet. Uh, je zou misschien kijken, ja, kan ik hier slaan? Maar dan slaat het paard gewoon terug. Is er eigenlijk helemaal niks aan de hand voor, zwart, uh, voor wit? Staat wit gewoon prima in de verdediging. Maar ik offer hier, mijn dame. Ik speel namelijk Loper, slaat op D4. Wat is het idee? Nou, het eerste idee is heel duidelijk. Sla jij mijn dame, dan ga je mat. Mat in één, loper naar F2 is schaakmat. Waarom? Nou, de loper geeft schaak. Het paard verdedigt de loper. En de koning kan ook niet hierheen, want het paard dekt dat. Een redelijk uh, bekend uh, schaakmatvormpje. Voor veel spelers. En ja, die vond ik dus ook hier. Dus de dame slaan, dat kan niet. Dus mijn tegenstander sloeg natuurlijk niet mijn dame. Nee, dat had hij ook al gezien. Maar wat er ook nog dreigt, is natuurlijk gewoon mat in één. Zonder dat hij mijn dame slaat. Want dit is ook gewoon schaakmat. Zou hij gewoon zijn paard ontwikkelen of zo? Ja, dan gaat hij ook mat. Uh, dus hij moet ergens mee komen. En de zet waar hij mee kwam, was E3. Hier, E3. Uh, waarom? ja, dan kan mijn uh, loper er niet meer naartoe. Nou, dan denk je misschien, oh, hij geeft zijn dame weg. nou, stel je voor, ik pak de dame, ja, dan slaat hij ook mijn dame en dan schiet ik eigenlijk niet heel veel op, heb ik nog altijd ontwikkelingsvoorsprong, dan win ik een pion, maar ik kan in deze situatie er meer uithalen. dus wat ik hier speel is uh, loper slaat op e3. en dan denk je, oh, maar hij kan nu weer je dame slaan. en nu kan hij toch vluchten naar e, uh, e2. Nee, want de loper kijkt daar nu heen. Dus dat is geen probleem. Kijk, hier, dit is ook weer schaakmat. Want schaak. Nou, dit is allemaal gedekt. En nu dekt de loper ook nog dit veld. Dus dat gaat niet. Um, ja, hij kan hier mijn, uh, mijn, mijn loper ook niet slaan. Want ik heb een penning erop. Uh, heel belangrijk, die penning op die koning. En die koning kan gewoon geen kant op. Hij besluit hier de loper te slaan. Maar dat werkt al helemaal niet. Want ik kan hier slaan op D2. Stel je voor, je slaat terug met het paard. Ga je mat weer. Dus er zijn heel veel mat-dreigingen. Dus ik win hier eigenlijk gewoon twee pionnen al. En ik heb hier gewoon drie stukken die zijn koning aanvallen. Dus dat is levensgevaarlijk. Hij kan nu ook niet meer rokkeren. want hij speelt hier koning naar E2. Het was of hierheen of hierheen. E2 is net wat beter, maar het maakt eigenlijk allebei niet heel veel uit. En ik kan hier gewoon ja echt druk gaan zetten. Ik speel je paard naar C6. Ho, kijk paard naar C6. Waarom? Ik wil hierheen. Ja, en dan wordt ze koning of hier of hierheen gedwongen. En dan wordt het wel heel lastig. Want hij kan en niet hierheen. En niet hierheen. En niet hierheen. Dan ook niet hierheen. Uh, dus ik ga alleen nog maar hierheen. En dan heb ik een extra stuk heel sterk in het centrum staan. Dus dat is levensgevaarlijk. Paard naar F3 blokkeert dit wel, want stel je voor ik zou nu spelen. Slaat het paard terug, komt mijn pion er wel bij, maar is dat niet meer super gevaarlijk. Um, dus dat is een mooie zet, paard naar F3. Ik speel hier loper naar C1. Waarom? Nou, ik wil deze pion wel pakken, dat vind ik wel prima. En ik wil een beetje die koning blijven aanvallen. En daar heb ik wel ideetjes voor, die laat ik zo zien. Mijn tegenstander speelt hier A3. Um, ...wat is zijn idee? Nou, hij wil... ...als ik hier nu sla, kan hij to toren naar A2 spelen. Valt hij de toren aan en heeft hij ook wat dekking op de tweede rij. Dus ik wil dat niet laten gebeuren. Dus ik sla de pion ook niet. Ik speel rustig dame naar A4. Want ik wil hier wel heen komen. Dan is mijn dame nog actiever... ...en kan ik weer schaakjes gaan geven. Kijk, dit veld is gewoon heel erg goed gedekt. Ook wel veel aangevallen. Maar daar had mijn dame niet zoveel te zoeken. Als hij hierheen gaat... ...dreig ik op de tweede rij te slaan... ...ja, moet die eigenlijk, Steven, hij eigenlijk... ...Stefan speelt dit... ...kan ik binnenkomen op C2... ...moet hij hier weer naar de eerste rij... Ja, ...en kan ik hier gewoon schaakjes gaan geven... ...en is dat gewoon heel gevaarlijk. Dus hij speelt hier... Dame, uh, ...Koning naar E1... ...nu kan ik wel hier binnenkomen... ...maar is het niet meer met schaak... ...dus kan hij een zet daartussen doen. Dus uh, ik speel hem alsnog... ...dame naar C2... ...want wat ik nu ook weer dreig is om hier te slaan... ...ja, en dan... Kan de toren niet meer naar A2? Want dan sla ik hem gewoon natuurlijk. Dus dat is ook nog een dreiging. Nou, hij speelt zijn loper hierheen om mijn dame daar weg te houden. Want dat is echt een gevaarlijk veld om schaak te geven. Dus hij speelt uh, dat. Misschien kan hij zometeen ook soort van vluchten en dan met de toren erbij komen. Ik denk dat dat zijn idee was. Uh, maar dat heeft niet heel veel zin. Ik sla hier namelijk de pion. En ik uh, kom hier drie punten in materiaal, drie pionnen voor. En ik sta gewoon veel actiever. En er is geen manier hoe je dit kan redden. Wat hij nog probeert, is F5. Een beetje mijn koningskant. Uh, overhoop te schoppen. Hier had hij misschien iets van ideetjes om aan te vallen. Misschien nog met die loper erbij. Maar dat heeft allemaal niet heel veel zin. Uh, want ja, ik heb gewoon nog genoeg dekking voor mijn koning. Stel je voor hij slaat, kan ik terugslaan. Hier komt mijn toren ook nog in de F-lijn erbij. Allemaal hele vervelende ideeën. Maar hij viel mijn paard ook nog aan. Dus die moet ik even hier terugspelen. En hou ik dus een dubbele soort van. Ik val nu zijn dame aan en zijn toren. Dus hij redt zijn dame. Die gaat naar H3. Ja, en dan pak ik gewoon rustig die toren in de hoek. Win ik dus een toren. Ja, acht volle punten in materiaal sta ik voor. Dit paard staat ook nog aangevallen. Um, de loper gaat hierin om te dekken. Maar ik mag niet heel veel baten. Want ik speel hier. Paard naar E5. Val dus en het, uh, de loper en het paard aan. Nou, het paard slaat mij. Ik sla terug met de dame en geef dus ook direct schaak. Dus ja, die koning die blijf ik maar pesten. Omdat hij in het midden staat, blijf ik hem maar schaakjes geven. Zodat hij eigenlijk zijn stukken niet kan ontwikkelen. Ja, en mijn idee is nu om dames af te ruilen, om lopers af te ruilen, om paarden af te ruilen. En het, ja, de torens. En dan hou ik gewoon een volle toren over met drie pionnen altijd gewonnen. Dus ik speelde gewoon lekker rustig deze partij uit. Ik ga mijn dame hierheen om mijn loper te verdedigen. Hij biedt hier mijn dame aan. Nou, die laat ik niet liggen. Ik sla de dame. Hij slaat terug. Mijn loper komt hierheen. En nu gaan we de partij even snel afronden. Uh, Zijn koning komt eruit. Nou, ik behoud mijn loper. Ik probeer het centrum open te breken om wat ruimte te maken voor mijn pionnen. Ik denk, nou, als jij mij slaat, sla ik gewoon terug. Vind ik prima. weer een stuk af. Dus hij slaat. Uh, ik sla, hij slaat. Ik speel hier deze zet om uh, B5 zo meteen te spelen en zijn stukken echt naar achter te drukken. Hij slaat nog. Ik sla met de H-pion. Uh, hij brengt zijn loper naar achter En ik dreig hier dus nu een dubbele aanval, voor een vorkje met een pion. Uh, hij slaat mijn loper. Ik sla. En ja, nu gaan die torens erbij komen, het heeft even geduurd. Ik zet nu druk, hij verdedigt dus. En uh, hij ik sla hier gewoon op pion. Hij speelt deze zet, hele aparte zet. Want. Ja, want hij pent zichzelf eigenlijk nu. Um, dus ik speel hier deze zet. Paard naar E4. Ik geef Schaak. Hij kan niet slaan. Want let op, die penning staat er nog op. Dus hij gaat hierheen. En nu kan ik deze zet spelen. Om dus twee aanvallers te zetten. Op die loper. Loper kan nog steeds niet weg. Want er staat nog een penning op. Dus hij brengt zijn koning erbij. Om hem nog te verdedigen. Maar ik sla. Hij slaat. Ik sla en hij slaat. Ja, en als we dan even de rekening opmaken. Ik heb mijn toren over, hij niet. Hij heeft nog twee pionnen. En ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wat betekent dat ik, zoals je hier ook kan zien, 9 punten in materiaal voor sta. Uh, dus dan ga ik altijd winnen. En hier gaf hij de partij op. Mijn tegenstander speelde inderdaad geen lekkere opening. En dan zie je ook dat je heel snel achterkomt in de partij, heel snel lasten gaat hebben, en gewoon ja eigenlijk in de verdediging moet schieten... en er soms niet eens uitkomt. Want ik speelde deze partij gewoon heel netjes. Ik had 95% nauwkeurigheid. één onnauwkeurigheid maar... en dat is dat rokeren... wat ik niet eens zo heel onnauwkeurig vond. Uh, maar goed, de computer wel. Uh, en dan zit je al in de problemen. Dus probeer die opening lekker te spelen... En dan, ja, dan, dan kan je lekker een middenspel ingaan. Maar zoals mijn tegenstander dat nu deed, ja, zit je direct in de problemen. En ga je het gewoon heel lastig krijgen. Ik was wel blij dat ik had gewonnen. En met die mooie aanvallen. Vond ik wel leuk. Uh, en hopelijk vond jij dat ook leuk. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Uh, en laat een reactie achter of jij vaker dit soort partijen wilt zien. Uh, ik ben namelijk wel benieuwd. Volg me nog even op Instagram en op Twitch. En dan zie ik jou in de volgende video. Later.